De IEP doorstroomtoets is er ook digitaal. Wist je dat deze adaptief is? De moeilijkheid van de toets past zich aan op het niveau van de leerling. Dat werkt zo. Alle leerlingen beginnen in deel 1 met dezelfde opgave. Hoe een leerling de opgave maakt, bepaalt of het tweede opgaveblok makkelijker, vergelijkbaar of moeilijker is. Het resultaat van delen 1 en 2 bepalen vervolgens welk opgaveblok de leerling in deel 3 maakt. Leerlingen kunnen voor lezen, taalverzorging en rekenen een andere route doorlopen. Een moeilijkere route bij lezen betekent niet dat de route bij taalverzorging of rekenen ook moeilijker is. Het eerste deel van de toets geeft een indruk van het niveau van de leerling. Dat niveau wordt in deel 2 verder onder de loep genomen. Waarna de leerling in deel 3 de grootste set vragen krijgt, passend bij zijn of haar niveau. Doordat leerlingen hun eigen route volgen, krijgen ze de kans om gemotiveerd en stressvrij de IEP te maken. Wel zo fijn voor ze.